Hi, ik ben Dave. Vandaag hoef ik eindelijk niet over de politiek te praten. Dus ik kijk er echt naar uit om met deze jongens te zitten. Eentje 16, eentje 17. En zelf in deze tijd in Suriname is het ze gelukt om een succes te maken van hetgeen waarmee ze mee bezig zijn. En dat is Scrapyard Fights. Ik heb Jamie en Jamaro vandaag in de studio. En ik ga ze lekker aan de tand voelen. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast. Met Dave van Aarde. Heren, welkom. Allereerst ben ik enorm ingenomen dat jullie tijd hebben gemaakt om te spijbelen om bij mij in de studio te zitten. Nee, maar ze waren vrij vandaag. Jij bent 17, jij bent 16. Ja, klopt. Scrapyard Fights. De reden waarom ik jullie heb gevraagd is dat ik ben zelf een grote fan. Als ik daarna nodig, ik jullie maar lekker uit. We waarderen het. Ik ben al een paar keren geweest en ik heb nog nooit zulke rauwe fitties gezien. Ja. Of lang niet zulke rauwe fitties gezien. En het was gewoon heerlijk. Dus ik wil weten, hoe is het allemaal begonnen? Oké, ik ben Scrapyard Fights begonnen toen ik woonde in Nederland. En ik zat aan de telefoon met twee van mijn vrienden, die hadden ruzie. En die wouden tegen elkaar vechten. Ik zeg, oké, is goed, jullie kunnen in mijn achtertuin, wanneer ik in Suriname ben, ik heb twee paar handschoenen, jullie kunnen daar op het zand gewoon in de achtertuin komen vechten. Doe je ding. Ze zijn langsgekomen, ik heb het gefilmd, gepost op Instagram, is populair geworden. Dus wacht even, je hebt gewoon een commercieel aspect gezien in die hele toren. Ja. Ik zie dat mijn achtergrond begint te bewegen daar, maar goed, om maar verder. Ja, dus uiteindelijk heb ik een kleine gym gehuurd, waarin ik een groep van misschien 20, 30 man heb laten komen. Waaronder Jamaro toen langs was gekomen. Gewoon als viewer. Alle mensen zeg maar in een rondje. En die jongens zaten gewoon te knokken in het midden. Van dat rondje. En Jamaro heeft me gezegd, oké, ik heb een gym. We zijn toen onze tweede event gaan doen bij hem in de gym. En dat is die zaal waar u bent langsgekomen. Quataweg, hè? Ja, dat klopt. En toen is het gegroeid. En vanaf daar is het verder gegaan. Oké. Het verbaast me hoe hard jullie slaan eigenlijk voor jullie leeftijd. Want ik voel zelf die klappen wanneer die klappen vallen. Dus het is echt rauw, moet ik zeggen. Ja. Er zitten een paar behoorlijke goede vechters tussen. Ja, klopt. Hebben jullie al wel eens blessures gehad? Of kleine ongelukjes? Niet zwaar, zou ik zeggen. Ik heb meer dan genoeg blessures gehad. Ik vecht namelijk niet alleen scrapyard. Ik probeer ook mijn eigen weg in de vechtwereld te maken. Ik wil later pro gaan, dat is mijn droom. Okay. En ik heb dus wel al een paar blessures opgelopen met training en partijen enzovoort. Ja, maar niet tijdens de Scrapyard Fights? Nee, tijdens de Scrapyard Fights niet, nee. Nog geen gebroken arm? Nee, nog niet. Ik heb wel een gebroken neus gezien. Ik heb volgens mij met je broertje, die Chinees, was, bij die vorige. Nee, zijn neus had niet gebroken. Gewoon bloeding, denk ik. Was niet gebroken. Hij bent tapoe direct. Ja. Was een mooi gevecht trouwens. Ga kijken als ik die beelden kan zetten, zoals ik jullie al zei. Ja. Want hij ging in de eerste ronde neer. En een mooie comeback. Het was een draw geworden. Ja, het was een draw geworden, ja. Maar voor de mensen, ik moet die setting even wat beter uitleggen. Je hebt gewoon dus... we weten hoe die bruinsteelwoningen vroeger waren. Heb je van die palen beneden. Ze hebben gewoon wat touwtjes tussen die palen gezet. Ja. En dan kussentjes om die palen. En elke keer gooi ik mijn hart vast. Ik zei van Ewa Mouw, Bas. Wij ook. Ja. En wat ik ook mooi vond is dat eigenlijk... Het publiek zit letterlijk bijna tot in die ring. Dus soms hou je die vechters tegen. Want ze vielen gewoon door die touwen en zo. Dus echt als vroeger, je weet toch. Dus ik vond het gewoon sexy tussen aanhalingstekens. Ja, heerlijk. Kan ik me voorstellen. Ja. Wat ik wel zie is dat het best wel een jong publiek is. Ja. Een heel jong publiek. Ja, heel jong publiek. En het is ook heel gericht wat we eigenlijk proberen te veranderen. Onze publiek is grotendeels studenten. Vandaar dat we voor dit event onze kaartenverkoop ook op de school hebben gedaan. Ja. Onze kaartverkoop zit op de vijf grootste scholen van Suriname. Dus Lico 1, Lico 2, VBO 4 enzovoorts. Mm-hmm. En ja, dat is onze doelgroep. Ja. Maar dat proberen we nu een beetje uit te breiden. Dus... Nou, het fijne wat je hebt is wel, ze zijn jong, dus ze groeien daar mee met jullie events. En ze zijn vrij loyaal wat dat betreft, dus het is niet, ze komen één keer en dan zijn ze klaar. Ja. We zien dezelfde gezichten. Ze zijn fanatiek, man, ik heb gezien. Ze hebben zijn, zeg maar,
quote-unquote verliefd geworden op Scrapyard sinds het eerste event. Dus ze bleven terugkomen. Okay, ik moet wel bekennen, die is oude papi, is ook verliefd erop hoor. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk er naar uit. Jullie hebben weer een event, heb ik begrepen. Ja, ja. En groter en beter dan het ooit een is geweest. Een stuk groter, 12 november. Zijn er ook palen weer in het midden? Dat nee, mensen... we hebben octagon gehuurd. We hebben nu echt een kooi. Ja, we hebben octagon gehuurd. We hebben officiële juries, officiële refs. En nu staan de partijen ook ingeschreven bij de bond. Bijvoorbeeld, ik vecht nu... de eerste keer dat ik meedoe aan Scrapyard. Want ik heb vanaf het begin eigenlijk gezegd dat ik niet mee zou doen. Want ik ben al iets voorbij dat niveau. Ja. En dit is het eerste event dat ik mee ga doen. En ik vecht ook gewoon tegen een hele goede jongen van een andere sportschool. Dus en welke, wordt het de echte gala. Welke vechtsporten worden allemaal... wat is het? Is het alleen Thai box? Is het... We hebben... Nu alleen Thai box staan. We werken aan een boxpartij nog. Mm-hmm. Maar aangezien we officiële juries hebben, dan moeten zij ook weten hoe ze MMA moeten scoren. Ja, precies. En daar wordt het moeilijk. Dus hiervoor, toen we nog een beetje onze eigen ding deden, zou je kunnen zeggen, deden we gewoon wat we wouden, simpel gezegd. We deden MMA, we deden boksen, we deden kickboksen. Je mocht deden... het uitdagen. Precies. We deden gewoon wat interessant was. Maar nu moeten we wel ons iets beter gaan aanpassen aan de regels. En gewoon gaan zitten binnen de regels en kijken hoe fanatiek we daaronder kunnen werken. Maar vind je, ben je niet bang dat dan misschien de charme weg gaat halen? Het haalt een element weg, ja. Ik vond het rauwe wel fijn. Ja, precies. Het haalt een bepaald element weg. Maar het rauwe gedeelte gaat blijven, geloof me. Het gaat alleen maar vechters. Meer worden, want we hebben een grotere crowd en meer druk. Dus die vechters gaan alleen maar harder tegenaan. Merken jullie dat er steeds meer jongens zich ook aanmelden om te participeren? Ja. Mensen kijken echt op om mee te doen aan ons event. Ja. Die jongens willen echt komen om zelf te vechten. Dat je op straat loopt en dat iemand zegt van... Hey, ben je van Scrapyard? Ja. Ik wil tegen jou vechten. Ik weet dat ik ga verliezen, maar dan heb ik het gedaan. Ja, juist. Dat heb je volgens mij, je trappen hebben ze nog niet gehoord. Nee, en niet gevoeld. Ja, want ik was... Die laatste 55 was hoofdpartij. Toen tegen die dat was het een Thai-boxer tegen iemand. Dat was Komeen. Ik was Komeen de ene laatste. Oh ja, klopt. Die van Jagroep was die laatste. Ja, die is. Die was heel snel afgelopen. Ja, jammer genoeg wel. Ja, maar het hoort erbij. Klopt. Die andere zijn gevechtsport was Pentjaxilat. Ja. En jij doet Thai-boxen? Ja. Officieel? Officieel Thai-boxen, ja. Oké, het was wel een trieste afgang, moet ik eerlijk zeggen. Ik had een beetje medelijden met die jongen. Ik heb geprobeerd hem niet te onderschatten, is het laatste dat ik probeer te doen. Mm-hmm. Maar het moment dat we in de ring stonden en ik keek naar hem, dan dacht ik van oké, sorry. Yeah. Ik zag je niet eens dekken, je had je handen gewoon omlaag. Ja, klopt. Precies. Er was ook een element van emotie natuurlijk. Het was een gevoelig event, zeg maar, met de gebeurtenis daarvoor. Maar ik was zelfverzekerd en het kwam vanzelf. Ja, het eerste wat ik zei, die man dekt niet. Oké, je gaat klappen krijgen, maar het leek alsof je die jongen met de plank op zijn hoofd aan het slaan hoort. Die klappen waren hard, jongen. Dus en zo van, zo hard slaan die kleintjes. Kleintjes, ik ben helemaal van 43. Ja. Zo hard slaan die kleintjes van 16 en 17. Ik was echt geschrokken. Jullie kunnen een grote man ook gewoon neerhalen. Dat geldt niet voor alle vechters, hoor. Maar als je een vechter krijgt als mij, Jamaro of mijn broertje, wij... Jullie hebben wel nog ooit power, heb ik gezien. Best wel kracht, ja. Want we hebben er ook voor getraind. En we doen het niet zomaar. Hoe gaat zo'n voorbereiding aan toe? Het verschilt. Ja. Je hebt mensen die zelfverzekerd zijn en zeggen van... Kijk, het is niet zo'n officieel gala, dus ik hoef niet in een kamp te gaan. Dus je hebt mensen die in een garage een beetje trainen... en dan komen ze in de ring staan met parate kennis. Ja. En dan heb je mensen die het serieus nemen... die trainen goed voor en dan zie je het verschil ook. Ik denk wel, want met parate kennis binnenkort, ik klap je. Ja, precies. We hebben nu al 3 events gehad en we zien precies wie heeft getraind en wie het van parate kennis. Dus duidelijk te onderscheiden van elkaar. Maar dat vind ik zo mooi. Ja. Kijk, wanneer je naar UFC kijkt of zo, dan is iedereen nu een beetje compatible. Ja. Maar als je kijkt naar de eerste UFC's, toen vroegen er letterlijk tanden uit hun mond. Ja. En dat vond ik prachtig, eerlijk gezegd. Ik zeg dat het goed is voor de sport. Als toeschouwer. Vond ik het wel prachtig om te zien. Want je kan echt mooie combinaties doen. Je kan eigenlijk een beetje sporten op je tegenstander. Laat me het zo zeggen. Klopt. Maar bij UFC zit nu van die man zit in een lok. En toch kan hij eruit komen. Alles is charme. Gaat gelijk naar boven. Ja. Dus. Maar beseffen jullie wel dat jullie nu
pakweg een van de meest populaire evenementen hebben in Suriname. Ja, het is nog moeilijk om, voor mij tenminste, is het moeilijk om mijn hoofd nog een beetje eronder te krijgen, aangezien we dit hebben gedaan in 4 events. En aangezien ik pas binnen 6... een jaar? Ja, ook. Precies, we hebben het binnen een jaar gedaan, 4 events. Ik ben pas 16 en om zoiets te doen is voor mij nog even wennen, maar langzamerhand begin ik te realiseren dat we best wel groot zijn gegaan, ja. En dat we het een stuk serieuzer moeten gaan doen en moeten gaan nemen. Ik ben heel trots op jullie, dat moet ik jullie zeggen, want Surinamers beginnen meestal niet zo jong. Ja. Weet je, en ik kwam naar binnen en ik had iets van, ik ben een commerciële man. Ja. Dan denk ik, de body zou draaien. Is het eerste wat ik, want vroeger was het dat, je doet er altijd in kleine, vooral in Nederland heb je het, dat het in kleine halletjes wordt gehouden. Weet je, En ook illegaal. En illegaal. Ja, precies, dat klopt. Ik hoor dat woord niet aanhalen, maar. Ja, maar het is gewoon. Laten we geen illegaal zeggen, laten we zeggen underground. Dat is het zo beter. Ja, het was niet officieel. Het was niet officieel, laat maar zo zeggen. Maar daar heb je de mooiste fetties. Daar zijn de emoties het hoogst. Daar komt het hart naar buiten. Helemaal. Ja, maar het is ook bloedheet. Het is te druk. Het is eigenlijk alles wat niet mag, je weet het. Maar het had wel. Toen ik naar buiten kwam, moest ik even wennen aan. Mijn oren moesten eventjes weer bijkomen. Het was zo verschrikkelijk geschreeuwd door die meisjes daar. Hoe gaan jullie daarmee om eigenlijk met al die aandacht? Het is gewoon proberen humble te blijven en op je doel te focussen in plaats van sterrenallures gaan krijgen en zeggen van we zijn Scrapyard. Ja. Blijven we gewoon op ons doel, we gaan naar waar we willen gaan en we nemen iedereen met ons mee. Ik denk dat hij sowieso, ik praat nu even voor mezelf, ik denk dat hij er anders mee omgaat dan mij. Maar wat hij zegt, ik probeer gewoon humble te blijven en nog steeds, maakt niet uit hoe groot we zijn, maakt niet uit hoe mooi mensen het event vinden. The sky's the limit. Je kan altijd beter gaan. Je kan altijd het mooier maken. Je kan altijd nog kleine dingen verbeteren. En ik ga wij gaan streven om alles beter te maken dat kan. Ik ben blij, want kijk, humbleness is de key. Want hoogmoed kan voor de vallen. Yeah. Ik ga jullie zeggen. Toen ik 22 was, had ik een bar. Ja. Had ik La Bastille geopend, we waren toen ook voor Suriname jong. Als ik met jullie praat, dan leek het alsof ik heel oud was toen. maar wat wij kregen toen is ineens ook die hele hype en heel veel aandacht. Ja. Belangrijk is dat jullie elkaar alles moeten kunnen vertellen. Ja. Ja. Weet je, want nu wat erbij gaat komen, wat veel mensen zeggen altijd, no new friends. Omdat nieuwe mensen, niet iedereen, maar veel komen met een bepaalde hype mee. Yeah. En jullie kennen elkaar al een tijdje. Ja, dat klopt. Dus wanneer eentje de hele asshole begint uit, jullie zijn minderjarig. Wanneer eentje de hele zakka begint uit te hangen. Yeah. Dat jullie elkaar wel naar de grond kunnen trekken. Van je broertje, kissie Srevi, ga niet mee in die hype. Dat is echt belangrijk, want dit is de reden waarom jullie ook veel aanhang hebben. Hoe jullie nu zijn. En dat moeten we houden. Dat moet je houden. Ja. Niet meegaan in die, ik ben ineens Biggie Mang, dit. Precies. Blijf gewoon jezelf. Ja. Want dit is de reden waarom ze je zijn gaan volgen. Ja. Ja. En ze zijn niet gegaan voor die Michael Jackson die je later wil worden. Wel eer je succes, hè? Ja. Maar je karakter, probeer, het is moeilijk. Je gaat de helm moeten hebben soms om je hoofd te houden, isabi, toch? Ja. Maar probeer vooral daarop te letten. Weet je, stay the course. Eigenlijk hebben jullie een geweldig aandoen. Ik ben blij dat jullie een beetje verstand hebben nadat jullie zoveel klap hebben gehad. Gelukkig zit het er nog. Maar dat nemen we sowieso mee. Ja. Sowieso. Maar je moeder schopt jou nog op tijd, neem ik aan. Dus, ja. Ik ben heel blij. Ja. Dat is mijn mattie. Oké, wat is jullie droom eigenlijk om hier? Wat willen jullie bereiken hiermee eigenlijk? Oké. Toen ik Scrapyard net startte, was mijn doel eigenlijk om de sport van kickboksen. Ik heb buiten Scrapyard ook wanneer ik zelf train en wanneer ik zelf mijn partijen vecht. Ik heb ongelimiteerd veel liefde voor deze sport. En deze sport is simpel gezegd mijn leven. Mm-hmm. Dus ik wou deze sport beter gaan vertegenwoordigen onder de jeugd van Suriname. Ik wou mensen kennis laten maken met de sport, om het zo te zeggen. Inspireren. En mensen inspireren om ook kickboksen te doen. En ook al wil je niet pro gaan, ook al wil je het niet naar de UFC of naar Glory of wat dan ook maken,
een beetje leren vechten voor self-defense of wat dan ook is altijd handig in je alledaagse leven, naar mijn mening. Dus dat was eigenlijk mijn doel toen ik er net mee begon. Nu is onze doel gewoon... Kijken waar het komt. Dus meegaan met de flow. Ja, precies. En wat is het verschil tussen scrapyard en reguliere gala's? Een heel groot verschil. Mm. Ja, dus... Ik denk ten eerste, we zijn jong. Ja. We zijn jonge ondernemers, kan je het zo zeggen. Puppies eigenlijk. Ja. Heel erg, ja. Ja. Ook al zijn we zo jong, we komen nu wel op het niveau waar zij zijn. Dus is het niet dat je een grote gap ziet, zeg maar. We zijn goed onderweg. Jullie zijn voor mijn gevoel al voorbij geschreven. Het zou kunnen. Dat wil ik nog niet zeggen, maar... Nee, jullie mogen het niet zeggen. Ik mag het zeggen. We zijn goed onderweg. We komen daar ooit. Het is mooi hoe jullie eigenlijk een iets dat al lang bestaat, gewoon in een totaal andere vorm hebben gebracht. Met een heleboel hype ook erachter. Ja. Yeah. Weet je, het is... Ik hoop echt dat jullie niet veel veranderen aan het concept. Ik denk voor veiligheid natuurlijk moeten er een paar elementen wel erin worden gezet. Ja. Hebben jullie wel EHBO mensen aanwezig? Ja, vanaf het eerste event had ik het ook al. Ja. Vanaf het eerste event. Vanaf het eerste event was er iemand. Nee, maar dus we hadden onze vorige event hadden we 2 medical professionals. Okay. We hadden een algemene, oh nee, we hadden 3, sorry. We hadden algemene arts, we hadden een ringarts en we hadden een fysio. Dit event hebben we een ringarts, 2 algemene artsen en een fysio. Dus er wordt wel goed voor gezorgd dat de vechters veilig blijven. Want ja, vechten is altijd op je eigen risico. Mm-hmm. Maar dat kan je maar tot een bepaald niveau brengen. Tekenen ze een waiver voordat ze in die ring gaan? Nee. Laat ze weer vertekenen in de toekomst. Ga even online. Je hoeft het niet zelf liever goed gekopieerd dan slecht bedacht. Ja. Ga even online. Check even wat voor wevers er zijn. Kopieer dat ding. Ja. Zet je naam erop. Maar laat ze voor de zekerheid tekenen. Het is gewoon om jezelf in te dekken. Ja. Je weet maar nooit. Ja. Dadelijk is er een ouder die zegt. Ja. De band van Suriname. De Thai Box band. Ik ken de juiste naam niet. De Sutaibo. Ik ken ze allemaal. Toen ik bezig was met gala's, weet ik dat we vaak niet alleen bijwoorden zijn gebleven, maar ze moesten ons allemaal uit elkaar halen. Dat is best wel een lastige wereld, moet ik zeggen. Ja. Kregen jullie wel support? Nu wel. Ja, nu wel. Jullie mogen gewoon praten, ze gaan je niks doen. Het is... Ik hou van Carlos, laat u weten. Nee, maar met Ilonka waren er... Want ik weet, laat me het goed zeggen, er zijn vaker... events niet doorgegaan, omdat Sutaibo het niet wilde. Yeah. Oké, laat me het beter verwoorden. We kregen geen support van de Sutaibo, maar we kregen acceptance. Nu accepteren ze het. Supporten doen ze niet. Eerst deden ze dat niet. Totaal niet. Maar goed, daar zijn we nu voorbij, dus laten we geen oude koeien uit de sloot halen. Maar nu, nu kregen we wel de toelating tenminste om het te doen. En je moet ergens beginnen, misschien in de toekomst. Dan gaan ze het supporten zelfs en een beetje, u weet wel, misschien helpen om reclame te maken of wat dan ook. Maar voor nu hebben we de toelating en vanaf hier kunnen we erop gaan bouwen, hopelijk. Ja, tussen vechters is het sowieso lastig, hè? Samenwerken, dat kan ik niet zeggen. Klopt. Dat is echt vervelend. Ego komt erbij spelen. Ego bij vechters. Elke vechter heeft ego. Heel groot ego. Ja. Is niet een normaal ego. Als je in de ring gaat stappen met iemand die je hoofd eraf wil slaan, heb je ego nodig. Zonder ego kom je er niet. Je moet denken dat jij de baas bent. Je moet weten. Je moet het weten. Je hebt het goed gezegd. Ja, nee. Ik weet dat ego is heel groot in deze wereld. In die vechtwereld. Dus daarom, want dat zei ik net. Ik hou van Angelo. Ik hou van Carlos allemaal. Maar we hebben echt allemaal... Tegenover elkaar gezegd van, ik moet bossie in deze. Ja, toch? Toen was er ineens een event dat scholen hebben wel eens met elkaar gevochten. Ook bij een hotel was het ook gebeurd. Helemaal uit de hand was gelopen bij een persconferentie. Dat gala is ook niet eens meer doorgegaan. Dus daarom ben ik heel blij dat de huidige voorzitter is Carlos, als ik me niet vergis, toch? Van de Bond. Als het goed is wel. Blauwe ogen. Ja, dat klopt. Maar ik ben blij dat jullie het geaccepteerd. Ja. Ik ben heel blij. Maar ik denk ook dat we een element hebben, hoor. Van, je gaat niet jonge ondernemers gelijk neerschieten. Ja, precies. Ik denk ook dat ze veel hoofdpijn zouden krijgen, want jullie krijgen van mij echt full support. Ja. Full. En overal waar ik ga, je weet, heb je die jongens hier vechten? Maar het was
Jullie hebben geen website. Dus het grappigste is, jullie promo is eigenlijk heel minimaal geweest. Alleen op Instagram eigenlijk. We hebben onze promo zo goed als alleen op Instagram gedaan. Ja, en je beeld bleef vast gewoon staan daar zo. Dus, ja, dus dat was ook... Klopt. Dus alleen Instagram heeft jullie zo populair gemaakt. Ja. Maar omdat komt omdat de grootste gedeelte van de jeugd is nu op Instagram. Ja, precies. En omdat onze audience is grotendeels scholen. Mm-hmm. Nou, eigenlijk kan je zeggen 95% scholen. En onder de jeugd tegenwoordig gaat er veel tak-tak hier rond, zou je kunnen zeggen. Dus die mensen, één persoon weet het en de volgende dag weet 20 man het. Ja, dus eigenlijk hebben jullie het nog slimmer bekeken dan jullie denken, want andere galas zitten een heleboel geld uit te geven aan promotie. Klopt. Reclame. Klopt. Maken om een clipje, zo zweren, soms dat het een hele film is die ze hebben gemaakt. En jullie gooien gewoon op Instagram en op Resespan. Ja. Het enige wat we wel doen is, we hebben wel een, ook al zeg ik het zelf, een mooie poster gemaakt. Ja. Dat hebben we nu wel gedaan, ja. En ja, er komt morgen een hele mooie promotievideo uit. Dus dat soort dingen zijn we, maar dat is pas dit event. Dit event zijn we dat wat beter gaan doen. Want dit event willen wij zeg maar laten zien wat de standaarden van Scrapyard is. Wij willen die mensen laten zien, Scrapyard is echt. Deze shit is echt, we doen het groot. Je mag niet schelden hier met me. Sorry, dat willen we gewoon laten zien. mijn verontschuldiging. Ah, joh, op jongen. Wij weten het gewoon. Bij die Scrapyard Fights, hoe lang zijn die rondes en hoeveel rondes worden er gevochten? Het verschilt. Bepalen de jongens het zelf? Het ligt aan de ervaring van de jongens en hoe ze voorbereid zijn. Dus als we zien van, het is echt een beginnerpartij, weinig vechtervaring. Ik zeg, jullie doen 3 keer 1 minuut. Ja. Maar dan heb je ook van die jongens die wat beter zijn, wat meer conditie hebben. En dan doe je geen 1,5, misschien zelfs 2. Ja, maar 2 hebben we een beetje afgeschaft. Want we hebben gezien dat met conditie onder de nieuwelingen niet heel goed gaat. Nee, sommige jongens liggen er gewoon echt in de tweede ronde half dood bij. En dat is ook alweer niet de bedoeling. We moeten de entertainment dus houden. Dit gala zijn we gewoon gestapt naar 1,5 voor iedereen. Dat leek me gewoon, dus eigenlijk, gewoon prima. Eigenlijk... Het entertainment level is heel belangrijk bij jullie. Het is een van het grootste. Tuurlijk. Want zonder entertainment hebben we onze fanbase niet. En dat is dus... Daar kom ik even terug op die vraag die u stelde. Wat is het verschil tussen Scrapyard en de andere gala's zoals Fearless of een... Ik zeg maar Bloed, Zweet en Tranen Suriname. Die gala's hebben misschien het niveau, maar naar mijn mening hebben ze niet het entertainment die wij hebben. Klopt. Dat is het met Scrapyard. Wij entertainen de crowd en daarom komen ze terug. We laten ze... We geven ze honger voor meer. Ja. En ook, ik ben echt trots op jullie. Aha. Ook iets dat we doen is... Bij die andere events heb je... Ze nemen vechters van gyms. Hmm. Dus ze geven die vechters een kans om een record op te bouwen, zeg maar. Wat wij doen is... We kijken naar populaire mensen. En kijken als hun een interesse hebben voor vechten... En zetten we populair tegen populair. Ja, precies. Iedereen wil populair tegen populair zien. En dan krijg je automatisch kaarten. En dus dat is het. Zo heb ik Scrapyard. Zo is Scrapyard mij ook, zeg maar. Zo ben ik ermee begonnen. En ik weet dat Jamaro het op heel veel vlakken met mij eens is. Hoe we de promotie doen. Hoe we Scrapyard vertegenwoordigen. En daarom heeft hij mij bij mijn tweede event heeft hij me gejoined. Ja. En hebben we nu een hele goede partnership samen. En behalve die partnerships zijn we ook gewoon vrienden. En maar dus, zoals ik zei, dat is dus wat mij Scrapyard heeft laten opzetten. Omdat we wouden een beetje dat, zeg maar, dat scrapfight, dat scrapfighting erin hebben. Gemixt met dat een beetje wat tegenwoordig nu heel groot is, dat YouTube-boxing. Een beetje een soort celebrity-achtig, ook al zijn we geen celebrities, maar een soort... Mensen die een beetje populair zijn ook in de ring zetten. Dus mensen die populair zijn komen gewoon lekker knokken en dat trekt heel veel mensen aan. Ah, en kunnen die populaire boys ook een beetje knokken? Bepaalde van ze. Dat is alles wat ik ga zeggen. Een voorbeeld zo precies hier. Maar dus jij was al een beetje popie boy op school? Deze jongen is populair onder... Deze jongen is populair onder de meiden en hij knokt hard. Dus zo hoort het. Nee, dit is maar... hij verkoopt je wel. Tuurlijk. Dit is een ster, hè? Ik geef geen confirmatie. Nee, maar ik heb wel gezien dat jullie echt als ster ook worden behandeld. Ik heb... als je die dagen dat je gaat vechten, niet meegaat in die hype.
Als je rond gaat lopen, een beetje interessant gaat kijken. Je bent meer bezig met de crowd. Ja. In plaats van echt gefocust blijven op die fitty. Dan ga je die dag merken wat het eindresultaat gaat zijn. Maar het is moeilijk natuurlijk. Dan ga je leren hoe mijn vuist voelt. Dat is zo, zo kan ik het zeggen, ja. Dat entertainment stukje vind ik heel interessant. Want ik weet nog toen MMA vroeger begon. Ja. Dat was de eerste ronde 10 minuten. En de tweede ronde was 5 minuten. Ja, dat en dan zaten we echt zo van, hé, pauze even of zo. Je weet toch? Ja. Als er een lelijk, als ze op de grond waren, iemand, dan moest je gewoon 10 minuten naar een vrije partij kijken. Toen heette het nog, toen dat zo begon met die eerste ronde 10 minuten, dat noemde je Vale Tudo. Je bent goed geïnformeerd. Ja, nee, zoals ik zeg, vechten is mijn leven, dus ik weet daar alles over. Als u iets wil weten over vechten, dan kunt u bij mij terecht. Heel mooi, heel mooi. Ik had vroeger, Sam Schild was toen ook met Vale Tudo begonnen. Ja. Eiffel had je toen. In Nederland was het hele hype en dan sloegen ze niet met handschoenen. Klopt. Dus dan mocht je alleen met open hand open hand slaan. Ja, dat noemden ze, hoe noemde dat alweer? Bear Claw noemden ze dat. Dat sloeg je met je handpalm. Yes. Had je Bas Rutten en zo. Ja. Je bent goed geïnformeerd. Tuurlijk. Bas Rutten is nou groot. Heb je ze in Gaala's trouwens gevallen? Ja, ik weet het. Karate combat, full combat, full contact karate. Ik heb vind het zeer interessant. Heb je gezien hoe ze die ringen hebben ingericht? Ja, is een pit. Ja, maar ze rennen dus ook helemaal schuin en jumpen ze. Dat is super interessant. En ik vind het ook, ik heb daar super veel respect voor, omdat dat is ook een beetje wat Scrapyard probeert te doen. Alleen dat gaat nu een beetje moeilijk met de bond. Dat is wat we probeerden te doen. We probeerden onze eigen, zeg maar, we probeerden nog steeds kickboksen, MMA en boksen te doen, maar met onze eigen twist. Maar waarom mag dat niet? Omdat regulaties. Dat via de bond, je hebt regulaties. Die dus juries zo'n zijn dik boek niet met regels waar je je eigenlijk aan moet houden. Wij zijn simpelweg verplicht om ons aan die regels te houden als we bij de bond blijven. We kunnen misschien als dit event groot gaat, kunnen we gaan praten met de bond, kijken wat ze voor ons kunnen betekenen. Maar voor dit event willen we gewoon ons even aan de regels houden. Hopelijk gaat alles goed en dan kunnen we gaan bouwen van de grond. Maar is het niet als Scrappy Advice eigenlijk losgekoppeld? Ik zit geen ruzie te stoken hier zo of zo. Ja. Ik wil gewoon, ik zoek naar een loophole. Ja. Laat vooraf stellen. Sorry hè. Eigenlijk is Scrappy niet anders dan straatfitty. Een beetje achter. Klopt. Ja toch? Ja. Dus waarom moet je dan gekoppeld zijn aan een bond? Ik vraag gewoon hoor. Ik wil gewoon weten, informatief. Ja. Nee, ik zal het dan nu uitleggen. Geen probleem. Scrapyard is dus, ja, een soort van straatvechten een beetje populair gemaakt en een beetje officiëler gemaakt. Dus het zit tussen straatvechten en echt vechten, zou je kunnen zeggen. Een echte Thai-box of MMA-partij. Maar in Suriname is het zo dat, maakt niet uit wat voor vecht-event jij organiseert. Of het nou MMA is, of het nou box is, of het nou, maakt niet uit, of het kickboksen. Je moet bij de Sutaibo gaan zitten, omdat zij simpel gezegd, zij runnen het. Dus als zij voorzien van, die jongen verkoopt, ik zeg maar wat, 500 kaarten voor 200 SRD, dan zit je al op 100.000. Zit je al op 100.000 SRD, dan gaan zij zien van, daar is geld te verdienen. Mm. Dus de Taibo biedt zeg maar een soort van pakketten aan waar een ambulance bij hoort. En ja, ze noemen zichzelf wel een bond. Maar er zit natuurlijk. Je moet ook betalen bij de bond. Ja, natuurlijk. Het is geen lidmaatschap. Er zit een heel groot commercieel deel bij. Vandaar dat zij zo met man en macht erachter gaan als ze zien er is geld te verdienen. Op het moment ze zien dat er geld te verdienen is, dan gaan ze met man en macht erachter aan, want voor hun heeft dat natuurlijk ook benefit. Ah. Ze doen het niet om te supporten. Dat wil ik niet zeggen, maar kom gewoon praten. Okay. Als Carlos je verveelt, meteen maar bellen. Naar mijn mening, ze doen het niet om het te supporten, maar ze doen het voor zichzelf. Vandaar dat ik niet helemaal achter de Sutaibo sta, maar ja, we moeten het doen met wat we kunnen. En is er een nieuwe leiding bij de Sutaibo? Ik wist niet dat Carlos dat overgenomen. Ik weet niet waarvan we weten. Dat zou ik niet weten. Ik denk dat je met hem kan praten. Ja? Ja, het is een hele toffe gozer. Hij heeft ook jaren gevochten. Ja, nee, dat weet ik. Dus daarom dat weet goed ik. Met hem ik ben al met hem in gesprek gegaan. Wij zijn al met hem in gesprek gegaan. Meeting. We hebben een meeting met hem gehad, maar volgens mij is hij pas hoor. Als ik me niet vergis, is hij er pas. Hopelijk na dit event kunnen we een paar dingen regelen en praten. Ja, ik denk dat jullie sowieso een grote aanwinst zijn, want ik denk dat, ik weet niks. Ik denk het. Dat kijk,
Wat je ook zei, op een gegeven moment wil je ook naar een hoger niveau gaan als vechter. Ja. Maar in jullie scrapyard fights kunnen die jongens ook ervaring opdoen. Ja. Want wat mij irriteerde hier zo is, vroeger als je als vechter, dan moest je bidden dat er een gala werd georganiseerd. Ja. En als er dan geen ruzie was tussen die scholen, want als school A niet praat met die, dan verscheen die hele school niet op die partij. Precies. Ja. Op dit gala heb je gewoon 8 partijen die uitvallen. Ja, klopt. Dus dat was gewoon een zware boycott. Klopt. Hè? Ja, gebeurt nog steeds. Ja, tot een bepaald niveau. Jammer genoeg gebeurt het nog steeds. Nog steeds? Ja. Daarom was jammer genoeg. Dus ik wilde gewoon niks meer weten van. Het is best wel in moderne termen gezet. Het is best wel toxic. Dus onprofessioneel gaan ze mee om. Ja, want we hebben galas meegemaakt dat je bijvoorbeeld 16 partijen hebt. Want je hebt meer partijen natuurlijk bij zo'n gala. Ja, want je wil alle scholieren gaan vechten. En dan één school trekt gewoon terug die dag. Ja. En dan valt gewoon de helft van alle partijen vallen weg. Ja, sorry, ik vind het. Ik vind dat belachelijk, sorry dat ik het zo zeg, maar ik vind dat echt niet kunnen. Vind het leuk dat jullie zo jong zijn, blijf vrijpostig, brutale bezitten de halve wereld. Nee, onthoud dat. Ja. Het is echt zo. Brutale bezitten echt de halve wereld. Iedereen houdt altijd zijn mond. Maak je mond gewoon open. Nee. Durf. En als ze niet willen luisteren, stuur je moeder, dan gaat ze wel in elkaar trappen. ik denk dat, kijk, jullie zijn met iets nieuws gekomen en wij zijn oude rotten in het vak, of ja, niet wij, als ik bedoel, wij zijn opa's. Ja. En dan is het misschien ook een generation gap. Ja. Dus misschien moeten jullie ik heb nog niemand van de Sutaibo gezien bij jullie events. Misschien moeten jullie ze uitnodigen om te komen. Want ik weet zeker. Ja, dat zou inderdaad wel een goed idee voor deze. Ik weet zeker, want ik weet, Carlos is vet man geweest. Zeker wanneer als hij daar loopt, hij proeft het, je ruikt die zweetje. Het is gewoon één kippenhok eigenlijk waar er wordt gevochten. Ik zeg net dat het een rommelhok is. Maar je weet, het is echt een ren gewoon. Ik zit daar, ik wil zelf een plank pakken. Sla die man! Ik word helemaal hype. Ja, die energie. Dus dat was het voordeel van onze vorige event. Het was wel warm, maar doordat het de zaal zeg maar niet super groot is. Iedereen is bij elkaar. Vermenigvuldigde de energie maal 2. Ja, maar want ik iedereen was praat met elkaar. Ja, precies. Hey, wie denk je dat gaat winnen? Ja, en dan komt alles een level naar boven. Ja, het was zo heet, want Fitty was voorbij. Iedereen rende uit die ren. Ja. En dan was het de airco bij En nog bij was het smiddags, hè? We zaten virus met. Je zit in die zon. Is veel cooler. Ja, maar nu hebben we dat wel opgelost. We hebben dit, zoals ik zei, dit evenement hebben we het echt serieus hebben. Dit is al de tweede upgrade, zou je kunnen zeggen. Ja. Als ik u, ik weet niet of u heeft gezien hoe het allereerst. Toen deed ik het nog alleen bij het allereerste event. Ik weet niet of was u vanaf heeft die tweede gezien hoe dat ging. Oh, okay. Vanaf die tweede. Maar in de eerste waren er niet eens stoelen. En er waren geen touwen. Mensen stonden letterlijk en figuurlijk in een ring. Ja, dat vind ik sexy. Daarvan hou ik eigenlijk. Jonnetjes. Er waren jonnetjes afgezet. Toen hebben we geupgrade naar die zaal waar u het heeft gezien 2 keren. En nu zijn we weer uit die zaal. En zijn we naar een helikopterhangar. Ja, ik heb gehoord dat jullie naar een hangar gaan. Precies. Het heeft ook een mooie vloer daar. Dus. Ja, tuurlijk. Maar er komt een octagon in. Ja, octagon. De garagedeuren komen helemaal open, tenten buiten. Dus het wordt één groot event. Het is wel een hele andere dimensie dat je op een vliegveld bezig bent. Daarom hebben we het gedaan. Ik vind dat simpelweg. Ik ben ook al organiseer ik deze dingen. Ik ben ook nog een fan in mijn hart. Dus toen ik het zag, dacht ik echt dingen. Van, is een vechtevenement op een dam vliegveld. Ik denk niet dat het ooit eerder is gedaan in Suriname. Nee. Ik denk niet dat ooit. Maar gaan ze die helikopters dan ook zetten als entourage? Ik denk dat het in een andere hangar moet. Ik denk dat zo'n goed idee zou zijn. Nee, dus niet in die hangar, maar buiten. Dus dat ze daar zo. Een heli, toevallig weet ik welke hangar jullie gaan vechten. Oh ja? Ja, tuurlijk. Ik weet alles. die heli kan je gewoon wegstoten. Ja. Dus het gaat op een soort. Je zet wieletjes eraan en dan kan je het gewoon stoten met z'n tweeën. Ja, we zullen nog even zien, maar. Zet het in die entourage. De veiligheid moet. Nee, op de achtergrond. Ja. Aangezien die mensen ook jeugd zijn, dan willen we een beetje oppassen met dat soort dingen. Ja, handtammigheid. Maar één guard met een stok, hij leert het snel af. Dat is waar, maar we willen voorkomen dat die guard die stok moet gebruiken. Dus hij is er wel, maar het liefst gebruikt hij die stok niet. Ai, boy.
Neem maar nodig ze uit. Ik ga je zeggen, ik weet 100% omdat die vechter is geweest. Ja. Of nog steeds eigenlijk, als je het met op zoek gaat vinden. Dus vergeet je niet dat ik aan zo'n mannetje sta. Is een goed idee van u. Nodig ze uit. Absoluut. Laat ze het ervaren. Want kijk, als je het gewoon hoort van horen en zien zijn twee verschillende dingen. Ja, maar ook die ervaring. Want wij moesten, degene waar je dus nu die hand, waar jullie fitty gaan hebben, die is mijn Nederlands, waar jullie een nieuw evenement is. Ja. Die eigenaar zei, ik moet mijn dochter gaan halen. Kom, van die hangar. Want haar dochter, zijn dochter is ook een grote fan van je. Ja, dat weet ik. Ja. Dus hij zei, kom, ik ga haar halen. En we waren samen thuis aan het barbecue of zo. Hij zei, oké, kom met je mee. En ik zat in de auto. Ja. En die man bleef gewoon weg. Op een gegeven moment zei ik, kom kijken. Ja. Zo ben ik in contact gekomen met de tweede gaan. Ja. Ja. Dus per ongeluk. Maar het moment dat ik binnen was, met dat ik ook nog ben moreren, die barbecue ga even chillen. Hij was dan tot het einde gebleven. Ja. Want hij moest... Maar nu ik eraan denk, ik kan me wel herinneren dat ik u heb gezien, Nuke. Want ik zei, ik had u niet gezien, maar ik heb u wel gezien. Hij zat naast de livestream. Ja, ik elke keer kwam ik dacht, deze man, sorry. Ja, ja. Sorry, nogmaals, mijn verontschuldiging als ik die dag van het evenement een beetje onbeschoft was. En mensen hebben me het wel gezegd, het komt puur door stress, hoor. Ik weet precies wat je ervaart, maak ik geen zorgen. Ik geniet juist ervan om te zien dat jongeren, vooral in deze tijd, het heeft hoop. Ja. Weet je, het geeft hoop, want we zijn best wel in een negatieve spiraal in Suriname. En toch is het kleine... Klopt. Niet klein, jullie zijn niet meer klein. Maar jonge Surinamers is het gelukt om iets uit de grond te stampen. Ja. En ik ga je zeggen, je kan het heel commercieel aanpakken. Ja, of jullie kunnen het vaker doen. Ik denk dat jullie steeds meer exposure ook zullen krijgen. Ja, klopt. Ik hoop ook dat jullie wat meer frequentie erin zullen zetten. Ja. Want wat je hebt in... Wij doen het nu om de 3 maanden. Om de 3 maanden. Ja, en dan geef je de vechters ook tijd. Dus kijk, iets als je een organisatie hebt of UFC. Die mensen doen het elke zaterdag omdat ze letterlijk 985 vechters op hun rooster hebben. Ik vind het leuk hoe je al die cijfers zit. Ja, sorry. Nee, maar ik vind het leuk. Ik vind het niet sorry. Je moet juist trots erop zijn. Ja, want wanneer mensen met je praten, moet je geen stommiteit uitkrijgen. Ja. Dus own it. Ja. En blijf je erin educaten. Dat is vooral belangrijk. Doe ik zeker. Maar ik denk dat wanneer jullie wanneer jullie populairder worden qua gevechtsport en alles, dat meer mensen zich zullen aanmelden, dat je misschien op een gegeven moment ook barkie vechters voor jezelf gaat hebben. Ja. En dan kijk je het wel vaker, want wat is het grootste probleem wat we vroeger hadden, is dat die jongens geen vecht ervaren, niet genoeg. Je kreeg ring rust. Ja, precies. Ja. Weet je, die jongens vochten niet genoeg. Ze waren niet genoeg in het ritme. En wanneer ze eindelijk weer in die ring stonden, dan moest hij weer... Pas na die eerste ronde kwam hij erin. Dat is waarom ik nu ook... Ik heb zelf, hij was daar aanwezig, heb ik gevochten voor een hele mooie organisatie. De organisatie heette Homegrown. Wordt georganiseerd door First Class Youth Events. Jullie moeten die ook even checken. Die is ook erg mooi. Maar zij hebben dus... Scrapyard gefeatured. En dat vond ik dus echt... Ik was daar heel erg blij mee. Yeah. Want zij zijn een officiële organisatie die, zeg maar, Scrapyard had erkend. En ze zagen, dat is wel leuk. Laten we Scrapyard uitnodigen om een fight op onze event neer te zetten. Ja, groep had gevochten daar. Was dat? Was je aanwezig? Nee, ik heb het gezien. Ik was niet in het land. Damn. Maar ik heb dat event ook gevochten. Gewonnen, gelukkig. Oké, gefeest. En dank u. En ik zou dus in principe pas in 2023 maart hebben zijn weer een event. En dat is voor mij te lang. Ik ben nog jong en ik ben hongerig om te vechten. Ook al zeg ik het zo, ik wil daar in die ring staan, ik wil knokken, ik wil mensen slaan. Sorry dat ik het zo zeg. Nee, je moet niet sorry zeggen. Het is sommige mensen zijn vechters. Ja, zolang je vuisten houdt voor mannen in de ring en niet aan vrouwen. Ja, tuurlijk. Maar dus, ik heb dus gezegd, weet je wat, aangezien dit event groot is en niet opschepperig bedoeld, maar best wel veel van die scrapyard mensen willen mij ook in de ring zien, dacht ik, dat heeft het 2 voordelen. Ja. Stel ik de crowd tevreden, want dan zien ze, hebben ze eindelijk dat ik meedoe. Dana White gaat vechten. Zoiets, ja. Mijn vader noemt me Dana Brown. Dana Brown. Ja, maar dus daar hebben zij eindelijk dat ik, dat de organisator zeg maar ook gaat vechten. Mm-hmm. En ja, daar heb ik geen ringrust straks. Daar kan ik ook een beetje actief blijven. Kan ik mijn vuisten een beetje laten gaan. Ja, ik denk dat het heel goed is. En probeer...
om de 6 weken of zo. Ik denk dat jullie wel naar dat kunnen groeien, ga je eerlijk zeggen. Misschien hoeft het niet dus elke keer zo groot te zijn, maar dat je om de 6, 7 weken, want op een gegeven moment gaat het een plug-and-play systeem voor jullie zijn. Jullie zijn nog jong, dus jullie gaan op je 20ste is het gewoon van, volgende week bel Pietje, bel Puk. En zeg ze dat ze die lampen goed moeten zetten en die ring moeten bouwen. Het gaat gewoon een plug-and-play iets voor jullie zijn. In principe wouden ik en Jamaro dit event in, wat was het alweer? Zou het 26 oktober doen of zo? Of 29 oktober. Maar bepaalde dingen vielen ons een beetje tegen. Onderhandelingen met de bond en ja, dat soort dingen. Dus nu is het gewoon 12 november. Maar in principe wouden we een end-of-the-year event doen. Een heel grote in december. Maar nu wordt daar, het te kort dag, het wordt het dan kort dag, geen recovery time. We hebben niet genoeg vechters. Like, vechters moeten tijd hebben, stel je voor, komen blessures. Ze hebben tijd om te rusten. Maar hoeveel vechters hebben jullie nu? We weten het niet eens, want wij hebben ze niet officieel gesigned. Het zijn gewoon... Maar jullie zijn gewoon matties in elkaar uitdagen, neem ik aan. Want jij vecht nooit tegen zijn broertje. Dus ik hou mijn meningen daarover, Het is moeilijk voor mij om daarnaar te kijken. Maar hoe voelt het aan dat je weet dat jouw... Is main event, is dat? Ja. Nee. Hij is main event. Ik ben main event. Co-main event. Maar hoe voelt het aan dat jouw broertje tegen hem gaat vechten? Ja, dus... Zit je broertje was stiekem te coachen van... Hé, je moet hem daar slaan. Je moet hem daar slaan. Natuurlijk gaat dat komen. Nee. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik probeer mijn bias erbuiten te houden. Ik ken Jamaro al sinds ik... Hoe oud? Sinds we 9 zijn of zo kennen we elkaar al. Sinds de basisschool. Ja, dus... Jamaro is een van mijn beste vrienden, dat zeker. Maar ik ga heel eerlijk met je zijn, man. Ik ga toch altijd voor mijn broertje kraken, man. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik hoop dat mijn broertje van je wint. Ik wens je alle succes. Begrijp me niet verkeerd, ik wens je alle succes. En je bent een grote ster in Scrapyard. Maar ik hoop echt dat mijn broertje het van je wint, man. Ik ga eerlijk met je zijn. Ik weet het. Ik vind het geweldig, weet je waarom? Want jullie dus... Oh, graag jullie matties zijn. Zeg, weet je wat, kom bos, maar kan er in de gewoon. Tuurlijk, maar dat is het. Ik ben geen van die matties die ze gaan achter elkaars rug zeggen van... Ik hoop dat je het goed... En dan meen je het niet. Hoe goed ik ook op je ben, ik ga je zeggen wat op mijn mind is. En als je het nou leuk vindt of niet, sorry man, dit is wat ik denk en voel. Dus sorry man. Zolang jullie daarna weer even goede matties kunnen zijn. Tuurlijk. Ik vind het geen probleem, weet je. Het is, voor mij is het gewoon logica. Het is je bloed, je gaat je bloed altijd supporten. En het maakt niet uit, al kennen we elkaar 100 jaar, je gaat altijd voor je bloed kiezen. Dus ik wens jouw bloed succes. En we zien wat het wordt. Nee, maar ik vind het wel leuk dat jullie na die fitty gewoon weer chillen met elkaar. Maar zo wordt, en dat vind ik dus het mooie van vechten. Dat ga ik heel eerlijk zijn. Ik vind het prachtig om te zien. Het klinkt misschien raar of psychotic dat ik dit ga zeggen hoor, maar ik vind violence mooi. Okay. Het is, dus, aan de ene kant. Ja, precies. Ik vind gecontroleerde violence. Ja, ik vind dat het een heel mooi element heeft ertoe. Mm-hmm. En ik vind het prachtig dat twee jongens of mannen kunnen gaan stappen in de ring, letterlijk, simpel gezegd, elkaars hersenpan kunnen inslaan en daarna kunnen zeggen van, ai broer. Goed, mooi gevochten. Yes. Ik heb heel veel respect voor. En daarna gaan we gewoon lekker samen uit. Want dat heb ik gedaan toen ik 1 oktober heb gevochten. Ik heb gevochten tegen een jongen. Ik heb gewonnen. Daarna zijn we gewoon diezelfde avond zijn we samen naar de club gegaan. Ja, maar kijk. Oké. Ik ook van Fitty. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Ik heb ook veel gevochten. Maar wat ik wel mooi vind van dit ding... Wanneer je zo hebt gevochten in die ring, denk ik dat het het element weghaalt van, dan ga je op straat ruzie zoeken. Klopt. Ja, we geven ze een plek. Snap je? Want ik bedoel, vroeger toen ik jong was, vooral 21, 22, hoofdpijn. Je vader wilde niet eens meer met me aan de deur staan op een gegeven moment. Je hebt dan misschien een bepaalde frustratie van iets dat je hebt meegemaakt of iets. En je hebt je uitlaatklep. Dus wat we deden is op straat ruzie zoeken. Ja. Gewoon letterlijk ruzie zoeken. Ja. En je weet ook niet wie je tegenkomt. En het kan ook helemaal, je hebt geen ref. Je kan helemaal uit de hand lopen. Ja, klopt. En een bepaalde leeftijd heb je ook dat jullie hebben veel testosteron. En weet je, jullie willen ook je naam maken. Alles slaat op hol. En dus deze gecontroleerde violence, hoe je het ook draait of keert. Ik denk dat het wel een goed ding is. Het is, als je het zo zegt, is het een vorm van therapie. Ja, dus daarom. Dus kijk,
hoe je het ook zegt, hij houdt ervan, toch? Ja. Maar als je dit niet had, dan was je misschien, als je uitging, je hebt... Als je uitgaat, ben je niet lastig. Nee, maar dan neem je twee slokjes. Ja. En dan gaat helder denken, bestaat daar niet meer. Ja. Je snap je toch? Hey, ik hoef het te jaren. Ja, je weet toch? En misschien is die man met wie je vecht niet getraind. En je geeft hem twee te goede tikken. Ja. En die man valt dood. Ja, dat kan precies. Ook gebeuren. Ja. Dus ik ken genoeg jongens die iemand gewoon één keer hebben geslagen. En die persoon valt verkeerd op zijn hoofd, op het trottoir. Dat is ook, ja, precies. Dood. Dat is het. Dat letterlijk is het, dood. Dat is het lelijke ervan. Dus ik denk dat dit een hele goede vorm is. Ik denk ook, wat ik heb gezien vaak is dat jongens die de vechtsport beoefenen op straat rustig zijn. Ja. Ja. Klopt. Dat geldt niet voor iedereen. Maar vaak wel. Vaak, ja. Vaak worden ze zich heel rustig. Maar je weet ook, wat jammer inhoudt. Genoeg heb je ook van die jongens die denken, oh ja, ik doe kickboxers, ik ben Biggie man, ik kan ruzie gaan zoeken met wie ik wil. Ja, en dat maar, vind ik heel lelijk. Die zijn er altijd. Die zijn er altijd. Ik ben aan te lachen, want ik denk aan ook zo'n verhaal. Ja. Maar je komt altijd wel iemand tegen. Want bijvoorbeeld, we kennen een jongen, hij zat op taekwondo, en hij was... Weet ik, hoe was dat dan? Ja. We waren nog jong, hoor. En die man begon mijn moves te maken. Toen had die van me een post gepakt. Je hebt hem tegen zijn scheenbeen gewiept. Nou, zijn hele been is zo naar binnen gevallen. Dus die heeft direct afgeleerd om te overconfident te zijn. Dus daarom, ik hoorde niet te lachen eigenlijk. Het is eigenlijk een zielig verhaal. Lijkt niet als je het zo zielig vindt. Of met heel lucht. Dus ja, en maar ook een keertje, toen was je vroeger had je een club touché en dan maakte hij van me zocht ook ruzie met hij. Hij zag een Nederlandse jongen, een Belg was het. En ik dacht, hij gaat die jongen even pesten. Ja. En hij staat zo bij die Belg en die Belg schopt hem toch tegen zijn gezicht. En voor die jongen de grond had geraakt, had hij nog 4-5 keer geraakt. Ja, dus was het Europees kampioen Thai box. Oh shit, ja. Yeah. En die Belg was juist rustig. Ja. Snap je wat ik bedoel? Dus die was heel kalm. Dus die kan je ook tegenkomen. Ja. Je toch. Maar dat is ook waarom ik Scrapyard aan de jongeren heb willen introduceren. Omdat tegenwoordig, hoe jammer het ook is... Tegenwoordig zie je elke hoek van de straat gewoon jongens van onze leeftijd, 16, 17 jaar, met een mes in hun tas rondlopen. Ja, en met een pistool. En je hoort het ook in Nederland. Jongens van 14 die overlijden aan steekpartijen. En die worden geschoten en dat soort dingen. En ik vind dat gewoon... Ik vind dat je geen man bent als je dat doet. Iedereen kan dat doen. Ja. Het neemt geen man om een trigger te trekken, snap je? Het neemt wel een man om ballen te hebben en daar te gaan staan in die ring, die handschoenen aan te trekken en te denken, ai, oké, nu ga ik mijn leven, nu ga ik simpelweg mijn leven op het spel zetten. Dat het niet zo zwaar ben. Anders gaan die ouders. We moeten rekening houden. Maar dan denken ze dat jullie elkaar doodslaan in die ring. Nee, maar je kan zeker knock-out gaan en een gebroken neus. Dat is een mentale ervan. Mentaal moet je zo denken. Ja, maar je praat als een vechter. Dus dat vind ik wel mooi. Well, niet elke luisteraar gaat dat snappen, maar zo wordt er gedacht natuurlijk. Ja. Maar ja, je krijgt serieuze tikken in die ring. Ja. Voor een fitty, hoe ervaar je dat? Het is... Die iets, dag zelf, iets, je wordt morgens wakker. Slaap je wel die dag ervoor? Niet. Nee. Bijna niet. En je hebt het juist nodig, maar het is iets dat je niet echt goed kan beschrijven, zou ik zeggen. Het is, je hebt de dag ervoor, je slaapt niet goed. Mm-hmm. Toch ben je wakker met heel veel energie. Okay. Je staat te popelen op je tenen. Ja. En dan kom je daar, krijg je mood swings van nerve, zeg maar. Mm-hmm. Eén moment ben je nerveus, andere moment ben je serieus. Ja. En dan komt het dat je begint op te warmen. Ja. En dan slaat het je van, oké, het is tijd. Ja. En dan komt er een soort van switch en dan ben je niet meer een normaal mens. Ja. Ik denk, je gaat in een soort van primal staat of je gaat in een soort trance. In een survival staat kom je dan en dan ben je ready om te vechten. En dan loop je naar de ring. Adrenaline gaat door je lichaam. Precies. Mensen zullen denken, oké, je bent bang, je trilt het. Bent niet bang, is adrenaline. Je trilt, je wilt slaan, je wilt vechten. Testosteron komt in je hoofd en zo. En heb je het laatste moment van nerveus zijn, wanneer je in de ring staat, je kijkt naar elkaar. En je gaat naar achter, je hoort de bel en zwart. En dan zie je gewoon zwart. Geen emotie meer. Je voelt de pijn, voel je niet echt meer. Klopt. Dus wanneer je in de ring staat... Oh, al trapt je met alle kracht, je voelt het niet. Klopt. En je vecht door en je vecht. En dan
Het is enige wat je wel voelt, moet ik zeggen, zijn lichaamstoten en trappen. Oh, ja. Hoofd voel je niet, been voel je niet, maar als iemand je goed in je lever trapt, dan voel je het wel. Dan ga je wel voelen. Is lelijk, broer. Ja, dus lichaamstoten voel je wel, dat, ook al, dat moet ik wel zeggen. Ja, daarom gaan ze vaak naar de body, toch? Ja. Maar wat jij zei net van, hoe je de dag van dat gevecht zelf nog... Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik ervaar dat een beetje anders, moet ik heel eerlijk zijn. Want ik heb nu 2 gevechten gehad en bij allebei gevechten moest ik gewicht katten. Dat doen die jongens in Scrapyard nog niet zozeer. Okay. Misschien moeten ze een kilootje, 2 kilo bijkomen, maar bijvoorbeeld mijn laatste gevecht, ik weet dat Jamaru daar helemaal geen fan van is, maar mijn laatste gevecht moest ik 3 kilo katten in 1 dag. Ja, maar het kan ook gevaarlijk zijn, hè? Ja, ik weet dat het gevaarlijk kan zijn, maar dat hoort erbij. Maar ik heb dus... Vroeger had je zelf dat je met de infuus moest door die jongens bij laten komen. Ik weet het, ik weet het. Als je te zwaar kat. Ja, maar ik heb dus dat ik dat gewicht kat en de dag van de weging. Ik slaap de avond voor mijn gevecht wel heel lekker, omdat ik doe iets dat heet rehydraten. Je gaat wegen, ik weeg misschien in op, ik zeg maar, 69 kilo. Wanneer ik in de ring loop, hoe oneerlijk het ook klinkt. Ik weeg nog geen 69 kilo. Hell no dat ik 69... Ja. Ik weeg misschien 73, 74 kilo. Dan had ik in die ring stap. Zoveel vocht neem je op in zo'n kat. Ja man, want dus je lichaam gaat zeg maar... Wanneer je zoveel kat, gaat je lichaam in een... Simpel gezegd een... hunger state. Mm-hmm. Dus wanneer je weer gaat... eten, drinken. Je lichaam denkt, ik heb zo lang geen eten, zo lang geen goed drinken gehad. Laat maar alles gelijk vasthouden, snap je? Alles hou je vast. Dus ik eet de dag van mijn weging. Ik weeg in de ochtend. Ik ga daarna eten en die avond slaap ik als een baby, want ik heb zoveel gegeten. Ja, ja. En de volgende ochtend sta ik sta heel nee, kalm. Maar je endurance gaat wel daaraan, hè? Als je zwaar kort. Meestal na je eerste, tweede ronde, waar je tegenstander op natural weight vecht. Ja. Ga jij het wel merken? Ja, klopt. Je endurance gaat eraan. Als je ouder wordt, gaat je lichaam het ook merken. Ja, klopt. Je endurance gaat eraan. Maar als je het goed doet, je doet het met goede begeleiding, met een goed voedselplan. En je gaat alles gewoon echt doen hoe het hoort. Then you can manage. Heeft het meer voordelen dan nadelen, zou ik zeggen. In mijn case, natuurlijk reageert iedereen's lichaam er anders op. Bijvoorbeeld, Jamaru heeft aan mij verteld dat hij heel moeilijk gewicht kan aankomen als het afvallen, toch? Bij mij persoonlijk, ja, ik vind dat het meer voordelen heeft dan nadelen. En dat katten geeft mij, raar genoeg, ik vind het niet fijn om te vechten zonder te katten. Want dat katten... Brengt mij in een bepaalde mental state. Ja. Het maakt me, zeg maar... Gek. Ja. Je hebt een beast modus. Ja, ik heb echt zoiets van... Ik heb 3 weken lang... Ja. Heb ik freaking salade gegeten zonder iets en droge kip. En nu ga jij ervoor betalen. Snap je? Dat heb ik. Maar natuurlijk, dat ligt bij alle vechters anders. En in Scrapyard hebben ze nog niet, gaan ze nog niet katten en zo. Want ja, dat gebeurt meestal pas op een iets hoger niveau. We zoeken gewoon wie matcht qua gewicht. En al. Ja. We hebben net gewerkt dat ik nog maar 5 minuutjes heb. Ik heb iets dat mijn nerves verdwenen op het moment dat ik de eerste klap kreeg. Ja, ik kan me voorstellen, ja. Ja, dus eigenlijk mensen onderschatten het. Al ben je een verliezer in die ring of in die fitty. Je bent sowieso een winnaar. Ja. Dat je in die ring bent gestapt. Ik dat vind het want je was zo gemindfucked. Ja. Ja, klopt. Weet je van, klopt. Isma is ook hier. Klopt. Tante klopt. Is ook hier. Als ik klappen krijg, klopt. Je weet toch. Vechten is mentaal de moeilijkste sport. Ja. Het is ook heel, het klinkt misschien van, ik ga vechten. Het klinkt als een heel klein ding. Maar daarom, of je nou wint, of je nou verliest, of je nou in de eerste ronde een koud hard geslagen. Om gewoon in die ring te stappen met iemand die komt om je hoofd eraf te slaan. Is een groot ding waarover je mentaal moet zetten. Je tegenstander komt met diezelfde intentie als van jou. Dus ik snap het wel. Zo heeft zijn broertje me uitgedaagd. Hij had gezegd... Laten we dat skippen. Zeg het. Hij had gezegd... Jullie mogen vechten, dan maak ik sneller ring hier. Stoelen schuiven. Hij had gezegd, hij gaat mijn hoofd ervan afslaan. En ik ben niet zo goed als ik lijk. Dus ik dacht, oké. Kom maar. En hij is 15. Hey. Ja, broer, dat moet ik wel zeggen. Weet je, uit alle mensen in Scrapyard... Dat ga ik wel zeggen... Dat hebben ik en mijn broertje, denk ik, gewoon... Dat zit in ons bloed of zo. Yeah. Maar
wij hebben echt die man, mijn broertje is gek. Like, no, echt doodserieus. Die jongen voelt geen pijn. Yeah. Hij bleef maar komen. Je kan hem slaan, jij kan op de grond vallen. Hij staat op en hij bombelt je mars weer. Sorry dat ik het zo mindfuckt je precies hier, hè. Nee, maar hij heeft het ook. Ik heb het meegemaakt. Zelfs voor deze partij was, heeft hij het zelf ook toegegeven. Mijn broertje heeft die vechtersmentaliteit echt. En mijn broertje heeft de hart van een leeuw. Ik ga proberen om terwijl we praten, dus even kijken, jullie moeten beelden van me sturen. Ja. Hopelijk kunnen we dan ertussen zetten, dat de mensen ook kunnen zien. Okay. Nu zie je gewoon een zwaar scherm. Ja, maar het is geëdit. Maar het heeft een mooie logo, dus dat is geen probleem. Je logo is mooi, dus dat is fun. Ik heb nog 2 minuutjes of zo, dus we gaan afsluiten. Heb jij een boodschap? Mensen, kom kijken naar Scrapyard. 12 november, tickets zijn op VWO 4, Lico 1, Lico 2, Atheneum, Advontes. En bij Basaltstraat 101 zijn ze verkrijgbaar. Dus haal je tickets en kom genieten. Jij bent co-main event, hè? Ja. Oké, main event, wat is jouw boodschap? Moet ik een boodschap geven als vechter of organisator? Soms moet je een beetje commercieel moet je Verkoop die kaarten. Eigenlijk heeft hij alles gezegd, wees daar. Dit event wordt een grote step up. Uh-huh. En ja, het gaat het waard zijn. Dat is alles wat ik kan zeggen. Het gaat het waard zijn, dat kan ik jullie garanderen. Jullie hebben zijn op Instagram. Ja. Hoe heet het? Scrapyard Fight Club. Scrapyard Fight Club. Ja. Check jullie het. Het is zeker de moeite waard. Ik ben een grote fan. Bij deze zeg je moeder ik wil weer. Ja, dat is goed. Twee. Is goed. ik ben een enorm grote fan. Bij al die galas dat ik ben geweest, heb ik altijd gevraagd, ik wil front row zitten. Je kan die mensen vangen wanneer ze die ring worden geslagen. Ja. Als je een fight of vechtsportliefhebber bent, rauwer dan dit is het, komt het niet in Suriname. En ook in Nederland heb ik niet zulke rauwe galas meegemaakt. Bij deze hoop ik dat de Sutaibo ook komt. Het is iets nieuws. Het zijn in mijn taal kleine pikjes die gewoon een geweldig gala en een geweldig concept hebben verzonnen. En jullie zijn een aanwinst in deze sport. Dus ik hoop echt dat jullie doorgaan ermee. Ja, zullen we zeker doen. Blijf vooral humble. Ja. Jullie werken samen. Zet je vriendschap als eerst. Ja, altijd. Sowieso. Tuurlijk. Geld maken kan altijd. Ja. Vrienden, sommige mensen zijn al 80 jaar oud, hebben ze niet één. Ja. Maar we doen het niet voor het geld. We doen het voor de sport. Ja. Dat is belangrijk. Ja, maar hoe groter het wordt... Je gaat het zien. Natuurlijk omdat het erbij komen, maar ik wil dat niet... Ik moet het je zeggen. Yeah. Het moet geen verrassing voor je zijn. Yeah. Je zou maar net NIS spammen met 5000 kaarten voor 200 SRD, zit je op 1 miljoen. Het is niet onmogelijk. Yeah. Het is niet onmogelijk. Yeah. Snap je? En dan, oké, 25% gaat naar de belasting, 7,5 ton over. Yeah. Zeker 500.000 om te verdelen. En jullie zijn nog geen 20. Ja, klopt. Begreep wat ik bedoel? Dus vriendschap is het meest belangrijk. Klinkt dus gewoon raar als ik nu zo... Ja, maar het is wel een realiteit. En vooral wanneer je het visualiseert. Ja. Je moet het van tevoren zien. Wanneer je ziet dat je NIS hebt uitverkocht. AK Stadion. Ja. Weet je, dat soort rare dingetjes. Ja. Met schermen overal. Ja. Alles kan. Ja. Dan moet je wel al voorbereid zijn op van... Jullie moeten goede afspraken maken. En eventueel alles op papier zetten, als jullie dat nog niet hebben gedaan. Ik heb wel gezien dat beide jullie ouders komen uit de vechtsport. Ja. En jullie hebben ook support van beide van jullie ouders. Ik heb ze allemaal daar gezien. Helemaal. Ik support mijn kinderen ook om te gaan, want ik wil zelf ook daar zijn. Excuses. Ja. Ik ga tegen mijn dochter, wil je niet gaan kijken? Ik vind dat je moet gaan kijken. Ja, de enige volwassenen daar zijn de ouders die met hun kinderen zijn gebleven. Ja, eigenlijk. En de ouders die naar hun kinderen komen kijken. Dat sowieso. Maar ik bedoel, in principe heb je niet veel volwassenen daar. Nee, klopt. Weet je, allemaal jeugd. Van, of ik had ook ouders die zeggen van, oh, Dave, jij bent er? Ja. Ah, mijn dochter zit daar en daar en daar. Ja. Dus dan moest ik op ze letten. Maar ik zeg nog span, ik zal het op. Ja. Ik zal wel hier blijven, je zou weten. Ja. Maar ik ben super trots op jullie. Dank je. Super, super, super trots zelf. Dank je. Dus, hou het vol. En, succes. Met jullie gala. Ja, dank u. Yes, is goed. Nogmaals, daar zijn we. Dan kom je aan weer. Je mag mijn glas wel breken, maar niet erg. Sorry. Je moet ophouden met sorry. Kan gebeuren. Mensen, tot de volgende keer. Hi, ik hoop dat je hebt genoten van dit programma. En dankjewel voor het kijken. En mocht het zo zijn, ga alsjeblieft naar YouTube.
Share, subscribe en like die tory. We kunnen alle steun gebruiken. Thank you. DVA baby. Let's talk.